Ik ben Judith Osborne. De komende maanden ben ik uw parlementaire verslaggever. Ga ik taartjes eten met onze politici. En vandaag ga ik op bezoek bij Diederik Samson. Dag meneer Samson. Hallo. Ik heb een taartje mee. Nee, maar ik weet al wat je gaat zeggen. Oh ja? Ja. De slagroom is voor jou. Hier, dat is waar. Oh, ik kan wel kiezen. Dan kunnen we een derde uitnodigen. Aan wie zou u dat taartje geven? De heer Eberhard van der Laan. Ja. Dan hebben we de heer Aboutaleb, meneer Ascher. Ja. Of meneer Dijsselbloem. Ah, oké. Okay. Welke van de vier? Lodewijk maar niet kwalijk nemen, maar dan ga ik nu even voor Jeroen. Die is namelijk minister van Financiën en Eurogroepvoorzitter. Ja. En daarom heb ik hem nou alweer anderhalve week niet eens gezien of gesproken. Want mist hij hem dan? Ja. Ja. Ja, dan mis ik hem een beetje. Wij hebben heel veel contact met elkaar. Zal je hem hebben? Telefoon. Is dat meneer Dijsselbloem? Nee, dat is de bel van een debat. Oh, is de bel van een debat. Het is net de PvdA, het lijkt dan aan de buitenkant een beetje karig, maar van binnen hartstikke zoet. Nou, ik wil dat niet. Waar staat de PvdA voor? Bescherming van mensen. Zekerheid. Ja? Ja, dat is waar wij voor opgericht zijn. En dat is ook waar we het nu misschien wat moeilijker hebben dan in jaren dat er van grote voorspoed. We hebben natuurlijk een enorme moeilijke tijd achter de rug als land. Krabbelen we nu langzaam uit op, ja. Maar een hele grote groep mensen nog. Vooral kiezers van de PvdA, die merken nog heel weinig van die vooruitgang. Sterker nog, die krijgen het onbehagelijke gevoel dat anderen wel al met de bus mee zijn en zij niet. Dat heb ik zelf. Hè. Mijn dochter Bent is 15, die is geboren met een hersenafwijking. Eén hersenhelft is er eigenlijk helemaal niet. Daar zie je aan de buitenkant niks van, het is een plaatje. Maar je weet, ze is langzamer met alles. Dus ze kan wel rekenen, maar langzaam. Ze kan lezen, maar langzaam. En ik zie natuurlijk met angst en beven om me heen hoe snel het moet. Ja. Dan denk ik straks, jeetje, is er straks nog een plekje? Is er nog gewoon een plekje voor iemand die hard werkt? Langzamer is. Maar gewoon wat langzamer is dan de rest. Ja. En wij moeten ervoor zorgen dat Nederland plek houdt. Wel een van de mooiste kamers. Ja. En een prachtig uitzicht, kijk, op het Mauritshuis. Ja, die is echt toch waanzinnig. Heeft u deze bloemen gekregen? Die krijg ik. Zit er een kaartje bij? Had u nog steeds vragen stellen eigenlijk? Ja, officieel wel, ja. Officieel wel? Ja. Dus u bent eigenlijk officieel aan het daten? Ja, maar weet je wat het is? Bent u officieel aan het daten? Nee, niet officieel in ieder geval. Maar dus u bent aan het daten. Aan de officieuze kant zeg ik niks, maar dat doe ik ook sowieso niet. Maar weet je wat het ook is? Het is ook, ja, maar nou, ik kom niemand meer tegen die gewoon normaal doet. Oh ja. Want... ofwel, ze gaan heel erg bewijzen, dat snap ik heel goed. Mensen gaan heel erg bewijzen dat het feit dat ze me kennen, dat helemaal geen betekenis heeft. Maar heeft ook iets geforceerd. Want, en op Tinder gaat het ook niet. Het zou een mop zijn als ik er opeens op ging staan. Ja. Ja. Ik zie hier drank. Ja, ik krijg wel eens een flesje. Wie wijn? Ik heb... Echt waar? Nou ja, dat kan. Ja, daar zeg ik geen nee tegen. Dit is rood? Ja. Wil je rood of wit? Ja, nee, rood. En gaat u het winnen van Ascher? Ah, ja, geen probleem. Ja, dacht ik al. Maar we moesten nog ik één dingetje opnemen. Ik wilde nou net vragen of meneer gelukkig is. Denkt u dat meneer Samson gelukkig is? Nou, dat is een moeilijke vraag, hè? dat hoop ik. Bent u gelukkig? Ja. Maar er zijn wel eens momenten dat ik denk, ja jongen... Ergens anders zou je makkelijker gelukkig worden in ieder geval. Ik ben gelukkig met mijn kinderen en ik ben gelukkig als zij gelukkig zijn. Dus er zijn genoeg momenten. Maar er zijn ook wel eens momenten, ik denk dat dat voor iedereen geldt. En zeker als je hier in dit bedrijf werkt. Hier is geluk een schaars onderdeel van dat. Ik betrap mezelf wel eens op de gedachte dat ik denk, ach, dat komt dan straks. Nu even dit. Eerst de wereld redden en dan heb ik weer tijd.